Mijn naam is Mark Lappers van Into Concrete. Welkom bij de Into Academy. Vandaag laten we van stap tot stap zien het storten van een betonvloer voor een terras. We zijn hier bij de bekisting, sterk nog, we staan er midden in. Wat is belangrijk voor een bekisting? Is dat er rondom voldoende palen komen te zitten om je druk van je beton tegen te kunnen houden, dat het niet uit gaat vloeien. Wat zeer belangrijk is voor bekisting is dat je direct de juiste hoogte gaat instellen, maar ook dat je het voldoende afschot hebt. En afschot moet van tevoren worden bepaald, om twee redenen, uiteraard voor je waterafvoer, maar zeker wat heel belangrijk is, omdat die vloer gepolijst gaat worden, is dat met polijsten volgen de machines de vloer altijd, dus je kunt geen afschot gaan schuren. Dus daarom zul je dat in het voortraject al heel goed moeten gaan regelen. We gaan glasvezel gaan we toevoegen aan het beton. We hebben gekozen voor een 36 mm glasvezel. Je hebt ongeveer een kilo of 5 nodig voor 1 kuub. Er zijn een aantal voordelen voor het glasvezel, waaronder dat het niet kan gaan roesten zoals met staalmatten. Het is eenvoudig aan te brengen en het zorgt voor een sterkere vloer met minder kans op krimpscheuren. De glasvezel is toegevoegd. Nu wordt het tijd om het beton te storten. Het beton is gestort. We hebben nu een uurtje gewacht, zodat het beton zich wat kan zetten. En nu wordt het tijd om granulaten te gaan instrooien. We hebben ervoor gekozen om van tevoren in het beton witte steentjes toe te voegen. Nu worden er de grijze en zwarte stenen worden er toegevoegd. Waarom wordt het later pas ingestrooid? Dat heeft puur mee te maken ook met een stukje prijskwestie. Als je namelijk hele dure granulaten hebt die je wilt toevoegen, hoef je niet volledig in de massa in te gaan toevoegen, maar juist alleen in de toplaag, want dat is ook hetgene wat zichtbaar zijn. Los van deze granulaten kun je dus ook kiezen voor allerlei glassoorten om die toe te voegen, om een aparter en een mooie effect te krijgen van de vloer. Door middel van een boelvloot maak je het beton glad en zorg je ervoor dat de stenen mooi onder het oppervlakte komen te zitten. Tevens worden alle gaatjes hiermee gedicht. En vergeet vooral niet te abonneren op ons YouTube-kanaal.